Deze auto is beschikbaar gesteld door Blanketjordies. Ben je op zoek naar een luxe zakenauto? En wil je dan zelf rijden of jezelf laten chauffeuren door iemand anders? Dan is deze nieuwe Mercedes E-klasse zeker een kans hebben. Deze nieuwe Mercedes E-klasse is voorzien van een 2.0 liter benzinemotor. En daarbij zit ook nog een elektromotor. En samen zorgen deze motoren voor ruim 286 pk, ruim 550 Nm en er zit ook nog een turbo gebouwd in deze auto. In combinatie met een 9-traps automaat rijdt deze auto heel erg vlot. Hij is comfortabel en is daarbij ook nog heel erg zuinig. Naast de benzine- en de elektromotor kan je ook zelf kiezen hoe je de stand van de auto wilt hebben. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat je je auto in individual kunt zetten. Daarmee kun je zelf je onderstel aanpassen, je motoren. Dus wanneer je bijvoorbeeld in Sport Plus wil zetten, maar je stuurt bijvoorbeeld in comfort. Je hebt nog een standaard heet Sport Plus, daar wordt alles op sport gezet en is hij echt heel erg vlot. Je hebt nog de normale sport, je hebt de comfort, dus dan rij je heel rustig en dan zit je ook heel erg goed in je stoelen. En daarnaast heb je ook nog Eco. En met Eco zorgt de auto ervoor dat je op een volle tank meer kilometers kunt maken. Deze vernieuwde E-klasse heeft natuurlijk het nieuwe scherm. En het nieuwe scherm wil eigenlijk zeggen dat het helemaal van de linkerkant tot de rechterkant in het midden doorloopt. Dus je hebt een breed beeldscherm. En het ziet er gewoon heel erg netjes uit. Het is mooi afgewerkt, er zijn mooie materialen gebruikt. Het scherm is ook helder en duidelijk, dus je weet precies waar alles staat. En door middel van de knop in het midden kun je zeg maar het multimedia systeem van Mercedes bedienen. Wanneer je in deze auto zit, dan zit je gewoon heel erg comfortabel. En alles wat je nodig hebt zit ook in het stuurverwerkt. En ze hebben het echt best wel netjes gemaakt. Want in het stuur zit een soort van touchscreen verwerkt. Dus je hoeft niet met knoppen erop te drukken. Maar je kan met je vinger er overheen scrollen. En daarmee kun je bijvoorbeeld naar je favoriete zenders toe gaan. Of in het display een andere weergave kiezen. Je kunt je stoelen naar eigen wens instellen. Dit gaat volledig elektrisch. We kijken dan naar de temperatuurregeling van deze auto. Je kan natuurlijk voor je bestuurderskant en voor je passagierskant afzonderlijk je temperatuur instellen. Daarnaast is deze auto ook nog voorzien van stoepverwarming, wat heel erg lekker is, vooral in de winter. Wanneer je aan het rijden bent geweest, en het maakt niet uit of je een lange of een korte rit hebt gemaakt, en je zou moeten inparkeren met deze auto. En deze auto is een vrij lange auto. En Mercedes heeft natuurlijk een hulpsysteem op deze auto geplaatst. En dat betreft parkeersensoren. Deze zitten zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Maar deze auto is ook voorzien van een achteruitrijcamera. Dus zo kun je precies zien wat er achter je gebeurt. En links van het scherm komt ook nog een weergave te staan. Het is een soort van 360 graden camera. En met die 360 graden camera kan je de auto ook van rondom bekijken. Als je het multimedia systeem wilt bedienen, dan zit alles prima in handbereik. Je hebt een grote draaiknop waarmee je alles mee regelt. Je hebt bepaalde favoriete knoppen hier in het midden, waardoor je snel naar bijvoorbeeld je navigatie gaat, je radio gaat of bijvoorbeeld je media gaat. In combinatie met het mooie geluid in deze auto kun je optimaal genieten van je muziek. Kijkend naar de vakjes in deze auto. Je ziet hier heel mooi een vakje verwerkt. Hier zit heel veel ruimte in. Je kan twee flesjes drinken kwijt. Je kan ook nog wat andere spullen kwijt. Ze hebben nog een apart vakje in het vakje gemaakt voor de autosleutel. Dus die kan je daar heel makkelijk in leggen. De beenruimte in deze nieuwe E-klasse is ook heel erg goed. En wanneer je achterin zit, heb je ook genoeg ruimte. Die kun je natuurlijk gebruiken voor als jij met je medepassagiers een lange afstand moet afleggen. Je zit gewoon heel erg comfortabel. Wanneer je dan ook nog allemaal spullen mee moet nemen, dan is de kofferbakruimte ook ruim genoeg om al die spullen kwijt te kunnen. Als we naar het stuur kijken van deze Mercedes, dan zien we hier dat je alles kunt regelen. Je hebt hier de terugknop en de homeknop. Je hebt hier het geluid, dus als je het geluid uit wil zetten. Je hebt hier de volumeknoppen. En wanneer je hier met je vinger overheen gaat, dan zie je dat er in het scherm dingen veranderen. Het is een soort touchscreen, dus je kan zelf je eigen weergave kiezen. En ik vind dat Mercedes dit wel echt heel erg mooi heeft gemaakt. Aan de andere kant zit het ook. Dus wanneer je daar overheen gaat, dan kun je naar een andere radiozender toe gaan. En wanneer je er dan op drukt, dan wordt de juiste radiozender geactiveerd. En je hebt hier natuurlijk ook nog je terugknop en je homeknop. Je hebt hier voor het praten in de auto. Je kunt hiermee je telefoon opnemen en je telefoon weer ophangen. Wanneer je op het homeknopje klikt aan het stuur, dan zie je dat er in dit scherm bepaalde functies voorbij komen. En als we eventjes als voorbeeld de radio pakken, dan kun je door middel van
deze knop aan het stuur omhoog en omlaag, kun je scrollen door de verschillende zenders. Wanneer we dan nog eventjes als extra kijken naar de inhoud, wanneer je hierop klikt, dan kan je nog verschillende weergaven geven. Zoals je nu ziet, zie je aan de rechterkant het toerental. Maar je kan dit ook aanpassen naar je vermogen. Daarnaast hebben we nog de navigatie. En je kan ook nog het verbruik weergeven. Zo heb je alles in principe heel mooi netjes voor je neus. En hoef je niet de hele tijd te switchen tussen bepaalde weergaven. Als we aan de linkerkant kijken, dan zie je gewoon dat Mercedes hele mooie materialen gebruikt heeft. Je ziet dat hier een lichtbalkje is. En in het donker ziet dat er gewoon echt heel erg mooi uit. Je hebt hier je stoelverwarming, dus je hebt 3 standen voor je stoelverwarming. Als je dit knopje indrukt en je zou er een paar keer op drukken, dan kun je ook de passagiersstoel aanpassen. Nou, wanneer we in het middenconsole kijken, dan zie je hier eigenlijk gedeelte waarmee je de hele auto kunt bedienen. Je hebt hier Drive Select, dus je kan kiezen welke stand je voor de auto wil, Sport Plus, Comfort, Eco en dergelijke. Je kan de auto ook omhoog laten komen. Deze functie kan je instellen als je wilt dat de auto ervoor gaat zorgen dat hij een parkeerplek opzoekt. Je hebt hier nog een bepaalde functie voor je accu. Daarnaast kun je hier aan draaien om het volume te regelen. En wanneer je op deze knop drukt, dan gaat het scherm uit en heb je gewoon een hele rustige weergave. Als we hier kijken, dan heb je hier een terugknop. Dus wanneer je ergens op gedrukt hebt, kun je weer teruggaan. Je hebt hier een volgende knop. Dit heeft te maken met je muziek. En je hebt de home-knop. Nou, wanneer je hierop drukt, dan ga je zeg maar naar de thuisbasis. Wanneer je dan bijvoorbeeld iets op wil zoeken, dan kan je ook door middel van je vinger hier overheen kun je letters schrijven. En ik vind dat Mercedes dit wel heel erg netjes heeft gedaan. Nou, wanneer je niet aan het stuur zit met je handen, maar gewoon hier met je handen, dan kun je hier ook aan draaien. En dan kun je ook hier doorheen scrollen. Nou, wanneer je het dan opdrukt, dan komen de bepaalde instellingen tevoorschijn. Nou, we hebben hier ook nog een vakje. Nou, en wat ik al zei, je hebt hier een ingang voor je sleutel. Je kunt 2 flesjes of 2 bekers kwijt. Je hebt hier nog een vakje. Je hebt hier nog een aansluiting waarmee je bijvoorbeeld je telefoon op kunt laden. Je ziet gewoon dat het heel erg glanst. Het zijn gewoon hele mooie materialen. Je hebt hier nog snelkoppelingen voor je navigatie, je radio, je media. Het is een heel mooi klokje verwerkt hier in het midden. Je hebt nog je telefoon, nog wat auto-aanpassingen en je gevaarsknipperlichten. Natuurlijk aan opbergmogelijkheden ook geen gebreken. Wanneer je op dit knopje drukt, dan opent zich een soort van luik. En hierin kun je allerlei verschillende dingen neerleggen. Je hebt hier ook een functie waarmee je nog je telefoon op kunt laden. En je USB-stick erin kunt pluggen. En je kunt nog een SD-kaart in de auto doen. Wat we natuurlijk bij andere auto's gewend zijn, maar wat Mercedes dan niet heeft, is dat de versnellingspook niet in het midden zit, maar deze zit aan het stuur verwerkt. Als we kijken naar de buitenkant van de auto, dan zie je dat deze auto voorzien is van een obsidiaan black metallic lek. En in combinatie met deze lichtmetalen velgen ziet er gewoon heel erg mooi uit. Het is gewoon een hele vette auto. Maar het heeft ook een elegante stijl, dus het zorgt ook voor een luxe uitstraling. Als we kijken naar de details van de auto, dan zien we hier een plug-in hybrid badge. Je kunt zien dat de kniplicht mooi in de spiegel is verwerkt. En als we dan even gaan naar de achterkant van de auto, dan zien we hier het E350e logo. Natuurlijk het Mercedes logo. En je kan door middel van de knop op de sleutel, dan kun je de kofferbak automatisch open doen. En als we dan eventjes in de kofferbak kijken, dan zien we hier natuurlijk een compartimentje met de kabels voor de plug-in hybrid. Het zijn 2 stukjes, dus 1 kabel is voor de stekker voor thuis en 1 kabel is voor de weg. We zien dat de auto mooi is voorzien van 2 grote uitlaatuitgangen. En als we aan deze kant kijken, dan zien we hier de opening voor de stekker voor plug-in hybrid. Om natuurlijk ervoor te zorgen dat je comfortabel in de auto zit, dan heb je natuurlijk geen knoppen waar je aan moet drukken of trekken. Je hebt hier een automatisch systeem, dus wanneer je deze omlaag doet, dan gaat je voorkant van je stoel gaan omlaag. Dus zo kun je kijken van wat is prettig voor je benen. Wanneer je aan de achterkant drukt, dan gaat de stoel helemaal omlaag. En wanneer je deze knop gebruikt, dan kun je de achterleuning verplaatsen. En zo kun je rechtop zitten, maar je kunt ook helemaal achteruit liggen. Zoals je kunt zien heb je in de achterkant, als je achter in de auto zit, ook nog voldoende ruimte. En dan heb ik als bestuurder zijnde mijn stoel best wel ver naar achteren. Maar zoals je kunt zien heb je nog genoeg ruimte bij je knieën. Je hebt zeg maar nog wat ruimte om je knieën ook daadwerkelijk verder naar voren te doen. Je zit gewoon heel erg comfortabel. Je kan hier een lange periode ook achterin zitten. En wat nog eventjes leuk is, is dat het detail wat voorin is verwerkt, is achter ook verwerkt.
Daarnaast is er nog een LED-stripje wat ook aan de voorkant natuurlijk zit. En natuurlijk ook een boxje, dus je kunt ook meegenieten met de muziek. Ramen zijn elektrisch bedienbaar. Zoals je ziet gaat hij nu alvast open, wat niet helemaal de bedoeling is. We hebben hier nog een leeslampje, dus je kan in het donker ook nog wat lezen. Als we hier kijken, dan kan je zelf nog je ventilatie aan en uitzetten. Je kan het helaas niet zelf stellen, maar je kan natuurlijk wel je richting aanpassen. Daarnaast hebben we hier nog een klein vakje. Hiermee kun je natuurlijk je telefoon opladen. Hiermee kun je eventueel nog wat inleggen. We hebben hier nog een opbergvakje. Deze sluit automatisch aan de grootte van het voorwerp. We hebben in het middenconsole, door aan deze strip te trekken, hebben we ook nog ruimte. En als je dit uitklapt, dan kun je nog wat drinken kwijt. Dus alles zit heel erg mooi verwerkt. Zou je nou meer informatie willen over deze auto? Of zou je deze luxe Mercedes wellicht willen leasen? Dan kun je contact opnemen met Blanket Short Lease. En deze gegevens zal ik onderaan in de beschrijving vermelden.